Moet wel zeggen dat al onze Pokémon redelijk laag zijn. Misschien had ik eventjes moeten trainen. Dat is voor losers. Oh, als ik nu dood ga, dan haat ik mezelf. Dan wordt het wel sowieso het intro momentje. Wow, dit is kut. Deze heeft explosion sowieso. Of self-destruct. We zijn er weer. Ja hoor. Ja, we zijn er weer. Met een nieuwe Shuffleock Fireret. Ik ben GamingSB, oftewel Sander. Zo mag je me tegenwoordig ook gewoon noemen. Daar doe ik niet moeilijk over. Eens eventjes kijken. We moeten Willempie eventjes vooraan zetten. Want die is het laatste level. En ja, ons team is dus een stuk minder gevarieerd. Maar ja, we moeten het er toch maar mee doen. We hebben deze encounter hebben we sowieso gepakt. Maar volgens mij hebben we deze encounter niet gepakt. Dus die mogen we nog. Maar eerst zullen we natuurlijk eventjes een korte team recap doen. Aangezien aan het eind van de video natuurlijk de team geshuffeld werd. Dus is een kleine team recap wel handig. We hebben Willempie, de Nidoran van level 10. Die evolueert natuurlijk in de Nidoqueen. Dus vandaar Willempie. Met Leerpack en Focus Energy. Dan hebben we Bono, de Persian van level 14. Met Scratch, Bite en Growl. En dan hebben we Slimeball. Van level 22 met Poison Gas, Pound, Minimize en Sludge. Dan hebben we nog Big Boy van level 18 met Water Gun, Rollout, Growl en Boomerang. Ik heb besloten, omdat ik die gekregen heb, dat Boomerang gewoon blijft. Ik vond het wel eerlijk dat als je Move Tutor gebruikt, dat je dan de attack houdt. Dat leek me wel een eerlijke regel. Dan hebben we Sableye, de zeehond natuurlijk, van level 14. Met Water Gun, Powder Snow, Defense Curl en Ice Ball. En last but not least is Cactusen van level 13. Met Poison Sting, Absorb, Leech Seed en Growth. Oftewel echt een kut moveset. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat zijn we gewend. Want het is natuurlijk Fire Red en Leaf Green. Ik moet zeggen, we hebben drie Water Types natuurlijk. Waarvan één in de box. Dus het valt mee eigenlijk nog best wel. Een Magpie. Met Trout. Ik wou zeggen, dat is niet heel gunstig. Maar als hij Drought heeft, dan pas ik mijn mening toch een beetje aan. Drought is wel echt goed voor een Fire-type. Dus ook nog een Citrus Berry. Gas, doe even rustig. Oh, Ember. Oké, onze attack is gehelft. Nu gaat het echt lastig worden om deze gast te killen. En Ember doet al zoveel. Misschien eventjes, wat heeft Bono voor moves? Ik heb geen idee. Heb je zelf niet opgelet, Sander, zo net bij de team recap? Nee, toevallig niet. We kunnen... Zal Water Gun van een... Ja, dat gaat wel killen. Cactussen ga ik natuurlijk niet inzetten. We kunnen Bono inzetten, kijken wat een bite gaat doen. We doen gewoon zo'n bite, want Scratch is normal. Dat deed te veel. Dat deed eigenlijk al te veel. Nee, hij deed niet te veel, want hij zit in het rode gebied. En rood is goed, eigenlijk. Normaal is dat niet zo, maar dat komt omdat we hem willen vangen. Dus dan is dat wel. Dan doen we zo'n pokeballetje. Oh, hij wil niet. Hij heeft er geen zin in. Deze man. Gast, doe even rustig. Je moet er gewoon eventjes zin in hebben, oké? Ik wist niet dat een Magpie zo lastig te vangen was. Ik moet trouwens wel oppassen. Misschien moeten we gewoon eventjes slimeball inzetten. Oké, kom op. Dit wordt hem. Nee. Ik denk... We kunnen nog een Oké, we gaan tot de 5. Dan hebben we nog 5 pokeballs over. Dat vind ik goed. Dan nog 2 kansen. Hoezo is die Magpie zo lastig te vangen, jongen? Oké, Magpie heeft op dit HP 1/6 kans dat je hem vangt. Dus ja, dat is inderdaad niet heel hoog. Ik denk dat we het gaan opgeven. We hebben al wel meer dan 6 pokeballen gebruikt. Dan gaan we hem gewoon verslaan. Doei Magpie. Als jij niet gevangen wil worden, dan wil ik je ook niet meer in mijn team. Alhoewel is zo'n Fire-type natuurlijk wel altijd handig. Maar goed, dat is eventjes niet anders. Oké, laten we deze trainers dan allemaal maar gaan verslaan. Want ja, je moet toch iets in dat leven. Hoor. Je moet toch iets. Een Hitmonlee. Oké. Dat is onhandig, want we hebben geen... Psychic type. We hebben natuurlijk sowieso niks super effectives. Ja, we hebben pack, maar ik ga niet dinges gebruiken. Dat lijkt me een beetje te risky. Mijn Nidoran. Oh, Ruskin. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Om de abilities te checken zo net met de team recap. Maar dat boeit eventjes niet.
We kunnen het straks wel heel even gauw kijken. Oh, kijk, dat is gewoon zo'n one-hit KO'tje. Dat is zeer poggers. Daar hou ik wel van. En een Latias. Ik ga wel weer gewoon eerst naar Willempie. Dus gas heeft waarschijnlijk Momento. Ik hoop niet dat hij een trapping ability heeft trouwens. Dan was ik echt fuck geweest. Psywave. Oeh, hoeveel doet dat? Hij gaat vast straks wel Momento doen ook. Psywave, dat is degene die varieert in damage, toch? Ja, zo te zien wel. Dat is een duidelijk antwoord. Oké, hij is poisoned. Ik had gehoopt dat het een one KO'tje zou zijn, aangezien die ook nog eerst is. Ja, gewoon sludge denk ik, want het heeft niet zoveel zin om nu pound of poison gas te gaan doen. Want ja, die zijn ook niet, die hebben geen priority ofzo. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin. Oké, Willempie is nog een leveltje omhoog en hij heeft double kick. Dat is al fijn. Moet wel zeggen dat al onze Pokémon redelijk laag zijn. Misschien had ik eventjes moeten trainen. Ah, nee joh, daar doen we niet aan. Dat is voor losers. Oh, als ik nu dood ga, dan haat ik mezelf. Dan wordt het wel sowieso het intro momentje. Oeh, Nidoking. Ik kan double kick. Dat is niet... Nee. Het is geen rock type. Het is een ground type, Sander. Bijna de mist ingegaan. Ik ga met Sableye, want die is lager dan level 15. En dan kunnen we dus eventjes wat training krijgen. Oh, we zijn natuurlijk ice. Dus hij heeft natuurlijk ook double kick. En dat is super effective. Tot zover. Sableye... Ja, we gaan big boy. Hij is nog geen big boy, ik weet het. Maar hij wordt wel een big boy. Dus vandaar dat ik hem zo heb genoemd. Oké, even zo'n water gun en dan is hij wel neer, toch? Ja, kijk. We gaan nu wel echt super veel delen. Dus Willempie krijgt vrij weinig XP, maar toch een level omhoog. Daar doen we het voor. Daar doen we het zeker voor. Oké, Ladybug. Ja, ik zou zeggen, zend zo'n poison type uit. Dat wilde ik ook gaan doen. Jammer genoeg heb ik die niet. Ik kan wel een flying type attack doen. Een Ladybug gaan we niet heel snel van verliezen waarschijnlijk. Dus dan durf ik wel zo'n packje te doen. Als we dit nu zelf kunnen namelijk, dat is, zou ook heel chill zijn. Want dan krijgt hij gewoon alle XP voor een keertje. En dan is hij gewoon een redelijk level. Tenminste... Level 14 is nog steeds een klein beetje underleveled, maar ik denk wel dat het moet lukken. Oh, ik had gehoopt dat we hier een hele level van zouden krijgen. Nee, tuurlijk niet. Het is maar een Ladybug. Op zich is dat wel logisch. Had ik eventjes niet aangedaan. Oké, deze gast gaan we nu bevechten. Eigenlijk was het een per ongelukje, want ik wou eigenlijk naar onder, maar ja, de speeder button. Oh, dit is kut. Deze heeft explosion sowieso, of self-destruct, ik weet niet. Oké, we moeten eventjes kijken. Defense is dat, denk ik. Wie heeft de hoogste defense? Ja, dan moet het toch echt naar slijmbal uitgaan. Maar hopen dat hij niet killt. Defense scroll. Oké, dat is goed. Behalve dat ik echt niks kan doen tegen deze gast. Ik kan minimizen. In de hoop dat als hij dan explosion doet, dat hij dan mist. Oké, magnitude 8. Ik durf... Nee, dit kan niet. Ik kan niet met hem inblijven. Ik moet big boy doen. Zijn defense is wel laag, zie ik nu. Ik denk, big boy is ook een bulky boy, maar nee hoor. Wel veel HP. Golem krijgt pas self-destruct op level 21. Dus we kunnen rustig met big boy gaan. En dan kunnen we zo'n water gunnetje doen en dan komt het eigenlijk wel goed, denk ik. Zo, een water gun. Hoeveel doet dat? Ja, dat is een mooie KO. Lekker, baby. Lekker. Kijk, dan gaat het uiteindelijk toch nog goed komen. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet eerlijk gezegd. Ik dacht echt, deze gast heeft explosion. Of self-destruct. Nee! Oh, ik wou naar Pokestand te lopen. Oh, ik dacht eventjes een Ninjask. Oh nee, dat... Ik moet nu een super effective move gaan gebruiken, maar dat hoeft niet per se. Ik haalde eventjes Ninjask en Shedinja door elkaar. Oh, dit doet echt veel te weinig. We gaan dit eventjes speed-uppen, want we gaan hem sowieso wel kunnen verslaan. Zie je? Ik zei het toch? Ik zei het, ik had gelijk. Yes! Het duurt zo lang als we dat zo door zouden laten lopen. Ik zet nu Keknia voorop, omdat die nu het laatste level is. Dus dan kunnen we die ook een beetje trainen. En precies dan komt de Kingler. Lekker, baby. Dit is mooi. Is prachtig zelfs. Oké, Harden. Dat is op zich niet erg. Ik denk... Ja, wij zijn special, want alle Evolutions en Dragon zijn special in deze game. Nou ja, zonder Fairy dan, want Fairy bestaat nog niet. Oké, nou, deze Kingler gaan we sowieso neerkrijgen. Daar ben ik helemaal van overtuigd. En een Leech Sheet natuurlijk. Ja, de Leech Sheet zorgt ervoor dat hij doodgaat. Dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi. En, ik hoop dat zo twee leveltjes. Baltoy, even kijken. Kunnen we het met Zeon doen? Kunnen we het ook met Barner doen, want die heeft een super effective move ook. En Grass is volgens mij niet super effective tegen Rock. Laten we maar Bite doen. Dan krijgt een Bono ook nog wat
Ja, XP. Zo, Battle is ook weer neer. Krijgen we ook weer mooi wat XP'tjes van. Nou, dat viel echt flink tegen, moet ik zeggen. Ik had verwacht dat zo'n Battle wel wat meer zou geven. Maar het mocht niet zo zijn. Oh, zo'n Cube Bone. Dat is niet hoe zijn naam is. Boeit niet. Ik vind Cube Bone wel een leukere naam dan... Ah, eigenlijk niet, maar het klinkt wel grappiger. Cube Bone. Maar dat maakt niet uit, dan gaan we hem toch neermaaien. Kijk, we doen zo'n absorb en dan gaat hij zo neer. Oh, nou, dat is niet helemaal wat ik bedoelde. Maar Cube Bone, werk eventjes mee. Dan kunnen we je gewoon nu neermaaien en dan is iedereen blij. Nou, dan doen we zo'n absorbje. Boom. En dan omhoog. Ja, krijg ik ook allemaal P terug? Ja, kijk, dat is mooi, dat is mooi. En als cactus ook level 15. Een mooi leveltje. Een area dose. Daar hebben we natuurlijk een ice type voor. Namelijk onze Sableye. Ik denk dat ik voor iceball ga. Want als hij twee keer achter elkaar hit, dan doet hij meer damage. En dat vind ik wel poggers eigenlijk, als ik ben. Hij gaat mijn speed verlagen, dat vind ik niet zo erg op zich. Oh, hij gaat nog een keer mijn speed verlagen. Nou, ja, nu vind ik het wel erg. Nee. Wordt die iceball nou ook echt groter in die animatie? Het leek er wel eventjes op. Maar ik weet niet of dat nou verbeelding is of dat het ook echt zo is. Een Gramble. Nou, daar hebben we een fighting type voor nodig. We hebben wel double kick op Nidoran. Dan doen we gewoon zo'n double kickje. Ja, oké, dat doe ik minder dan ik had gehoopt. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. We doen dat eventjes speed up. Kijk, en zo'n Ditto. Nou, wat kan ik het beste doen? Oké, ik denk dat ik het beste... naar de gast met de laatste defense uit kan gaan. En dan naar Bono kan switchen. Zodat Bono hem kan afmaken met een scratch. Zouden we dan eerst een ding moeten doen? Dan growl ik hem wel gewoon. Transform. Top. Dan gaan we nu over naar Bono. Oeh, dat deed veel. Oeh, misschien is het niet zo handig om met Bono in te blijven, jongens. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Waren we al gedamaged of niet? Shit, dat weet ik niet. Ik denk, nee, ik ga het niet riskeren. Ik ga gewoon naar Cactus toe. Die kan wel wat tanken natuurlijk van deze gozer. Oh, hij heeft Boomerang. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Hij heeft natuurlijk dezelfde attacks ook als ik heb. Waarom heb ik geen potions gekocht? Ik haat mijn leven. Rollout. Oké, nee, dat mag wel. Dan doen we nog een keer zo'n absorb. Oeh, dat wordt natuurlijk wel steeds sterker. Maar we hebben hem neer. Daar gaat het om. Misschien was het niet de slimste manier om Big Boy in te zetten. Maar goed, hey, daar leren we weer van. Of zo. Oh, Willempie evolueert. Nice. Dat is mooi. Dat is alleen maar weer meer kans op een middle stage Pokémon. Als we natuurlijk later gaan randomizen. Dus dat is zeer chill. Daarnaast is Nidorino ook natuurlijk gewoon beter. Oeh, we kunnen ook al super potions kopen. Ik wil daar op zich wel 5 van kopen. Dan kopen we ook eventjes 9. Ja, 9 potions. En wat pokeballen kan ook geen kwaad. Zo. Dan hebben we altijd nog wat geld over. We hebben trouwens ook nog de nugget die we kunnen verkopen. Nou, dan hebben we zat geld over ook nog. Eventjes zo op deze man afgelopen dat we de TM, oftewel de pokeball, kunnen pakken. Oké, Rhydon. Nou, dat kunnen we mooi doen met... Ja, dat kunnen we met Cactus, Big Boy en Sableye doen. Doen we met Sableye. Oh, doe maar niet met Sableye. We doen wel met Cactus, denk ik. Horn Attack. Oeh. Oh, nee. Oké, shit, Big Boy. Ja, maar Big Boy heeft ook een lage defense. We moeten iemand hebben met een hoge defense die ook wat aanvallen kan doen. We kunnen Willempie. Want hij is natuurlijk ook Rock. Dan kunnen we die dubbel kick doen. Doe dat maar. Oh, ik weet niet wat die doet, maar dat doet ook echt vet veel damage. Chill Whip, ga nou niet mijn defense verlagen, gast. Oké, als ik naar Slijmbal ga, ik denk niet dat hij een ground type of rock type heeft. Het enige nadeel is dat wij ook echt niks doen. Hij is wel poison, dat is wel gunstig. Oké, hij gaat mijn defense verlagen, maar ik heb een hoge defense. Oeh, hij doet alsnog wel veel hoor. Hij doet alsnog wel veel. Ja, ik moet super potion gebruiken, maar goed dat ik die gekocht heb. Anders waren wij de echte Shaak geweest hoor. Tom, hoeveel doet dat? Oh, de rough skin. Ja, lekker. Kijk, ik kan de risk nemen. Ik kan beter gewoon healen. Hij zou met een crit niet... mij killen. En hij krijgt steeds damage van zowel de Ruskin als de poison. Dus we moeten gewoon blijven healen. Hij kan me niet doden. Ja, zie, hij kan me niet doden. En hij is zelf wel neer. Oh, wat ben ik blij dat ik super potions heb gekocht, hè. Als ik dat niet had gekocht, dan was ik echt de Shaak geweest. Een Swampert.
Oké, we kunnen wel naar cactussen. Maar dan moeten we wel ook eventjes direct zo'n super potion. We kunnen lychee doen, we kunnen ook gewoon absorb doen. Ik doe eerst wel een lychee, toch? Water gun doet niet zoveel, ben ik niet bang voor. Oké, doe maar zo'n lychee. Oh, ik dacht eventjes dat hij ging missen doordat het zo lang duurde voordat die animatie kwam. Maar dat viel mee. Dan doen we absorb. Mudslap, oeh, daar ben ik... Oh, dat is ook not very effective. Oké. Accuracy fell, dat is minder. Ja, dat zeg ik, dat is minder. Oké, en... Boom, we hebben hem neer. Viel op zich ook wel te verwachten. Ik bedoel, we zijn 4 keer effective. Bijna 2 levels omhoog. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Alleen, we moeten dus wel echt even trainen. Ho, ik moet hier nu niet weglopen. Dan kan ik die TM double edge. Aan de andere kant, ik deed wel een pochface. Maar het is natuurlijk wel een attack die ook recall dit doet. Dus dat is minder. Oké, een Pidgeot. Ik heb ondertussen eventjes geheeld. Ik heb geen nieuwe super potions gehaald. Had ik wel willen doen eigenlijk. Maar te laat. Ja. Bedenken we nu pas. Oké, Pidgeot flinch. Ik ga toch naar Sableye, want die heeft een super effective move. Dus ja, waarom niet? Doe maar Powder Snow, I guess. Ik denk eigenlijk wel dat Ice Ball op de lange termijn meer doet. Maar ik wil eventjes kijken hoeveel Powder Snow doet voordat ik Ice Ball ga gebruiken. Ja, oké. Bij Ice Ball zit je ook locked in. Voor de Keen Eye, dat is trouwens wel chill hoor, dat we die ability hebben. Ik heb de nieuwe ability van... mijn Nidorino eigenlijk ook nog niet bekeken. Dus dat moeten ze ook eventjes doen. Bono is nu ook level 15. Dat is ook wat chill. Sableye level 16. Ook chill. Bono die kan ik een Kulava denk ik wel aan. Dus dat gaan we doen. Kulava ziet in deze gen zoveel beter uit dan in de 3D gens zeg maar. Want hier heeft hij dat coole vuur. Ik kwam hem laatst tegen in een serie met mij en Milan. Nou wat een trash was dat. Hij was echt lelijk. Echt. Nou, niet te doen hoe lelijk die was. Tjong. Immunity. Prevents poisoning. Dat is echt kut voor een poison type. Maar goed. Een weeping bell. Nou, je kunt ook wel met Bono tanken. Of tanken. Verslaan. Ja, we moeten ook hits kunnen tanken. Dus in principe. Ja. Maar dat was niet helemaal wat ik bedoelde. Zo, weeping bell is neer. 420. Hey. 420 XP, bol. Nou, er komt een Minum uit. Dus ik ga natuurlijk mijn Boomerang doen. Dat verwacht die Minum niet. We zijn natuurlijk wel... Hij is natuurlijk wel super effective tegen ons. Dus dat is een beetje risky. Maar kijk, hij is gewoon dood. Een Minum, weet je, daar kun je dat tegen doen. Was het een andere electric type geweest, dan had ik het niet zo snel gedaan waarschijnlijk. Maar een Minum, dat doet toch niks. Whirlpool. Ik denk dat Whirlpool wel... beter is dan Growl, alleen het is die 70 accuracy, dat is jammer. Want je trapt iemand natuurlijk wel, dat is gewoon chill vooral. Ah ja, als je dan maar 70% accuracy hebt, dat is een beetje jammer. Maar goed, we leren hem sowieso. Gengar, nou, daar hebben we een Dark type op onze Pono voor. En flinched ook nog eens, deze gast... kan mij niet hitten. Sowieso kan hij me trouwens niet hitten. Want hij is een ghost type. Maar bijna level up. Dat is dan wel weer jammer. Dat het niet helemaal level up is. Maar vooruit dan maar. Ik ga ermee akkoord. Nou dan gaan we nu tegen zo'n Clefairy praten. Oh nee. Het is een mens. What the fuck. Eigenlijk vind ik het niet zo heel. What the fuck. Want ik heb deze game. Spoiler alert. Ik heb deze game al een keer gezien. En gespeeld ook nog zelfs. Maar. Nu is de vraag, komt er uit het andere ding ook een Clefairy? Is hij gefused met een Pokémon? Of was hij een Pokémon? Als hij een Pokémon is, hoezo kan hij dan praten? Nou, we hebben de SSN ticket. Dat is al wat chill. Dan moeten we dus naar Lieutenant Surge, zijn gym. Oftewel, Viridian City. Nee, Vermilion City? Dat was hem, Vermilion City. Dus dat gaan we mooi doen. Ik zit nog wel te twijfelen of ik de gym ga doen. Want er is dus een ding, heb ik laatst gezien. Je kunt de derde gym dus overslaan. En de derde gym is best wel hoog level volgens mij. Dus ik zit een beetje over te twijfelen om dat te doen. Weer zo'n Hitmonchan. Waarom bro? Waarom? De vorige was trouwens een Hitmonlee. Dus het is niet alweer. Oh, hij heeft een multiple type move. Dus dan krijgt hij ook meerdere keren... de rough skin. Dat is wel mooi. Vind ik. Oké. Pursuit. Dat mag voor mij.
Doe ik niet moeilijk over. Ruskin, gaat hij nu dood door de Ruskin? Ah, jammer. Dat had ik graag willen zien. Een Charabak. Ja, dat is hartstikke leuk. Daar hebben we in principe niet echt iets tegen. Dus laten we maar gewoon voor Sableye gaan. Want die is het laatste level. Die moet nog wat opgetraind worden. Oh, moeten wel meer Pokémon van me dat. Maar, oh, dat was een crit. Ik denk al, hoe ze doet dat zoveel damage, gast. Maar dat was op zich niet heel gaaf. Nee, ik deed Ice Ball. Oh, hij mag me niet killen. Oké, gelukkig doet hij Rap. Waarschijnlijk killt deze Ice Ball. Ik had die echt mijn Sableye kunnen verliezen, jongens. Echt hoor. Dat was ook echt weer dom van mij. We hebben Encore gekregen. Wat een cup move. Echt hoor. Ik koop nog even 5 Super Potions. Dan gaan we een encounter halen. Oh, we hebben 2 encounters trouwens. We hebben hieronder. We hebben ook nog 1. En we hebben nog na de Underground Tunnel, zeg maar. Ik dacht eigenlijk dat we alleen diegene na de Underground Tunnel hadden. Maar hieronder zit ook gewoon gras. Dan gaan we daarvoor, denk ik. Ja. En dan sluit ik de aflevering af. Dan ga ik ook iets trainen. Ik ga niet te veel trainen aan Paris. Ben ik niet heel tevreden mee op zich. Maar we gaan hem wel vangen. Want hij kan natuurlijk weer gewoon gerandomized worden. Naar iets heel anders. Oeh, stunspoor. Hebben wij iets om hem te sleepen of zo? Nou, dat hebben we niet. Zoals ik al dacht. Dus dan gaan we gewoon een pokeballetje gooien. En Paris zal vast ook niet zo heel lastig te vangen zijn. Tadaa, we hebben een Paris. Gaat die mooi naar het wc'tje. En hoe noemen we hem? We kunnen hem Hilton noemen, maar dat vind ik een beetje flauw. Ik noem hem gewoon Schimmel. Dat vind ik een mooi naampje voor een Schimmel. Toch wel, hè? Toch wel. Nou, dan sluit ik hier ook de aflevering af. Vond je dit nou een leuk video? Doe een blauwe duimpje omhoog, zo niet. Vertel je waarom. En zie ik jullie de volgende keer. Laters.